school hier met belangstelling voor geschiedenis. Maar toch eigenlijk nog een kind. En die zei, ach nee, dat kon de jongen niet meer. Hij droomde natuurlijk van avonturen zoals ze op de televisie te zien waren. Kleurrijk en onecht. Ik weeg nog geen 60 kilo, zei Dol. Je bent gek, riep dokter Sineel. Ik heb ogen en een mond. Ik kan rondkijken en later vertellen wat ik heb gezien. Vervolgde Dolf rustig. Echt kalm was hij niet meer. Zijn hart rokkelde. Onzin, grote onzin, hoorde hij dokter Knevel toe mompelen. Maar de stem van de man klonk plotseling anders, weifelend. Veel te riskant, zei dokter Sineel. Maar ook zijn stem klonk minder vast dan eerst.